Oh ja, ik ben heel hoog in de bergen nu. Nou, heel hoog, volgens mij wel. Maar wat ik wil zeggen, het mooiste van reizen vind ik dat je niet hoeft te plannen. Want ik ben gewoon, ik heb maps.me gedownload. En toen heb ik iets verderop in de bergen aangeklikt. En nu ben ik hier op een hele mooie plek. Moet je kijken. Dat bedoel ik maar. Ik heb geleerd dat te veel plannen gewoon niet handig is. En nu kan je veel meer je dingen waarderen omdat je geen idee hebt waar je naartoe rijdt. Dus ik ga nu naar een waterval. Dat weet ik dus wel. Maar ik weet verder niks. Dus jullie gaan het zo zien. Yo, doei. Mijn oren zijn dicht. Ik hoor mezelf niet. Doei. Volgens mij is het wel heel druk. Want ik zie heel veel scooters. Maar ik ben toch alleen. En alleen is maar alleen. Ik weet alleen niet hoe ik moet lopen. Maar ik hoor water. Is dat leuk? Ik ben aangekomen op de plek waterval. Ik heb even een plekje voor mezelf gekozen. Kan ik lekker chillen hier. Maar ik moet naar de wc. Pff, altijd als je niet kan. Maar mooi hoor hier. Ja, natuur is echt mooi. Alleen, ik ga liever op mijn gemakje ergens waar het rustig is. Dus ik ben een beetje uit de smoes vandaag. Maar ik geniet wel. Dus, where to next? Ik denk dat ik Maps.me, dat is dus een offline map die ik kan gebruiken. En ik ga die maar gewoon weer aanklikken en dan zie ik wel waar ik kom. Check. Deze boom. Ja, daar sta ik wel even van te kijken. En jullie ook. Dat is wel gek. Ik moet nog steeds plassen trouwens. Sorry als ik een beetje raar doe. Maar hiervoor. Een dorpje vlakbij Pai en het is gewoon een Chinees dorpje. Het is gewoon alsof je in China bent. Ik snap er niks van. Overal Chinese tekens, Chinese lampionnetjes. Het is gewoon een Chinees dorp. Maar goed, ik ga er zo even heen en ga ik even kijken dan. Dus ik ben aangekomen bij een viewpoint. Vanaf dit view. Deze. Vanaf hier heb ik een heel uitzicht over Pai. Daar verderop is Pai. Ja. Dit hiervoor is nog een Chinees dorpje. Alles is Chinees hier, ik snap er niks van. Plaatselijke buien. Oh, dit is wel heel lief. Oh, echt heel cute. Echt niet normaal. Ik word helemaal lek gestoken door mini vliegjes. Gewoon levend opgegeten. Het zal allemaal wel, ziet hij goed. Dus, hele mooie plek. Alleen, ik word echt zo zwaar door alles hier gestoken. Dus ik ga nu terug, want het ziet er echt super dreigend uit hier achter. Dus ik
Ik moet heel snel opschieten nu. Maar niet te snel, want het is echt alleen maar een weg naar beneden. Avontuur. Ja, want dit zijn geen grappen. Vooral niet met deze wegen.